Breda Nu. Je weet het meteen. Ja, we staan hier vandaag op Dierendag in winkelcentrum Hogevecht. Dierendag is natuurlijk eigenlijk op 4 oktober. Maar winkelcentrum Hogevecht organiseert ieder jaar op de zaterdag daarvoor of daarna een demonstratiedag in het winkelcentrum. Het wordt georganiseerd door dierenwinkel Pets & Co. En vandaag zien we demonstraties van onder andere reptielen en ook van pakhonden. Laten we eens gaan kijken hoe die demonstraties eraan toe gaan. We hier op het middenterrein natuurlijk allerlei acties hebben en demonstraties met de wind blow. Lijkt op die dood. Over enkele minuten nog even de weg zoeken. Mama wil ook een keer. Nee, mama wil ook. Ja, nou hij zit in een Tempex box die verwarmd is. Dus vanavond. Ja! Dominique van Dierenpark De Oliemeulen. Jullie hebben vandaag hier een dierendemonstratie op Dierendag. Wat voor dieren heb je allemaal bij? Ik heb een rattenslang bij, ik heb een spin bij, een krullaarvogelspin en ik heb een baartegaan bij. En dat zijn ook de dieren die in jullie park te bezichtigen zijn? Onder andere, maar we hebben ook roofvogels, kleine aapachtige, katachtige. Maar we staan eigenlijk wel een beetje bekend om de reptielen die wij hebben. Ja. Ja. En de reden om deze dieren vandaag juist uit te kiezen om mee te nemen? Nou, heel veel mensen die zijn een beetje bang van reptielen, die kennen reptielen niet zo goed. En wij willen eigenlijk proberen om de angst bij mensen zoveel mogelijk weg te halen. Door ze te laten zien dat ze niet eng zijn en dat ze gewoon rustig gehanteerd kunnen worden. Zonder dat ze gelijk agressief zijn of dat ze aanvallen of iets in die trant. Ja. Ik zag net vooral ook heel veel kinderen die wel heel enthousiast waren om ze aan te raken. Zo zien jullie dat vaker. Ja, kinderen die kennen het nog niet echt. Ouders die hebben vaak al films gezien van reptielen of dingen gezien waardoor dat ze bang worden gemaakt van reptielen of van spinnen. En kinderen hebben dat nog niet zo erg. Dus kinderen die zijn daar nu nog heel vatbaar voor. En wij proberen dat ook juist aan de kinderen over te brengen. Ja. En dan vandaag op Dierendag even extra in de schijnwerpers. Maar ik neem aan dat het park gewoon hierna ook nog open is het hele jaar. Ja, het park is heel het jaar open. Alleen met tweede kerstdag en oudjaarsdag. Zijn wij niet geopend. Ook deze vogelspin is absoluut niet dodelijk giftig. Er bestaan ongeveer 900 verschillende soorten vogelspinnen. Zoals ik al zei, is er daar dus geen één dodelijk giftig van. Er bestaan meer dan 30.000 verschillende soorten spinnen. En daar zitten wel een x-aantal dodelijke tussen. Waaronder de bananenspin en de tunnelwebspin. De twee giftigste spinnen hier op aarde. Nou, veel mensen verwachten ook dat... Zie dat eens? Dat is een grote spin. Totdat het blijkt dat ze aangevallen. Breda Nu. Je weet het meteen.